10 jaar gevangenisstraf. Dat heeft het Openbaar Ministerie geëist tegen Yassin B., de man die Pierre Wijmans vorig jaar december neerstak in de Julianastraat in Alphen aan de Rijn. 4 maal werd de 27-jarige Alphenaar gestoken in zijn been. 1 keer raakte de verdachte een dijbeenader en dat werd hem fataal. Op 20 december, 7 dagen na de steekpartij, overleed Wijmans aan zijn verwondingen. Maandag 7 september was de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak. Daar werd duidelijk dat er een groot verschil van inzicht is tussen het Openbaar Ministerie en verdachte Yassin B. Er waren 3 mensen bij betrokken. Verdachte Yassin B., slachtoffer Pierre Wijmans en een vriend van Pierre. Hij zegt, ik vroeg op een normale manier om een vloedje, meerdere personen. Ik kom uiteindelijk uit bij Wijmans en... Hij stelt dat hij door Wijmans wordt uitgemaakt voor kut Marokkaan. Hij stelt dat Wijmans zijn riem lostrekt. En hij stelt dat dat voor het startsein is om ook zijn riem los te trekken. Nou, stelt dat hij zich daardoor bedreigd voelt, waardoor hij zijn mes trekt zonder het uit te klappen. Zich vervolgens bedenkt, het mes weer in de jaszak doet en vervolgens ook zijn riem pakte. Hij krijgt dan een duel met 2 vuisten, waarbij deze vuisten zijn kin raakten. En hij heeft vervolgens uit zelfverdediging teruggeslagen. Dat was het begin van een enorme ruzie, die volgens de verdachte werd uitgelokt door Wijmans en zijn vriend. De verdachte zou geslagen en geschopt zijn, ook tegen het hoofd. Ook zou de verdachte in een wurggreep zijn gelegd door de toegesnelde Pierre Wijmans. Toen pakte Yassin B. opnieuw zijn mes. Hij zag geen andere uitweg, klapte het wapen open en stak Pierre Wijmans 4 maal totdat hij losliet. De kans op overlijden als gevolg van het duwen, prikken of steken van een mes in het been levert geen kans op die naar algemene ervaringsregelen aanmerkelijk is te achten. Gelet op het ontbreken van opzet op de dood en gelet op het feit dat een messteek in een been niet de aanmerkelijke kans oplevert op dodelijk letsel en de dood uiteindelijk ook mede is veroorzaakt door bijkomende complicaties die onder meer zijn opgetreden door de behandeling in het ziekenhuis, wordt verzocht vrij te spreken van de ten laste gelegde doodslag. Het Openbaar Ministerie heeft een ander verhaal. Verdachte heeft de confrontatie opgezocht omdat hij op een vervelende manier meerdere malen om vloeien vraagt. En als het groepje waar Wijmans en bij horen te kennen geeft hier niet gediend van te zijn, dan komt het tot een confrontatie waarbij verdachte degene is die als eerste een mes trekt. Ook is hij de eerste die het fysieke geweld toepast door 2 keer in het gezicht te stompen. Als Wijmans tussen beiden komt en naar de grond trekt of duwt en ze in een worsteling op de grond liggen, is er wat mij betreft sprake van een situatie waarin hij zichzelf heeft gebracht. In eerste instantie is het van belang dat hij zichzelf in die situatie heeft gebracht. Hij was daar op straat vervelend aan doen. Hij heeft daar tot 2 keer toe de confrontatie opgezocht met die mensen die daar waren. En dat maakt al dat er juridisch geen recht meer is om te zeggen, ik mocht me dan verdedigen. De officier van justitie spreekt van een worsteling en zegt dat er geen sprake was van een houtgreep, nekklem of wurggreep. Dat Yassin B. tijdens het gevecht zijn mes pakte, vindt het Openbaar Ministerie onacceptabel. Ik ga er niet van uit dat hij de volle opzet had op de dood van Wijmans. Het is niet zo dat hij op het moment dat hij stak dacht dat hij Wijmans dood wilde hebben. Maar is er dan wel sprake van voorwaardelijk opzet? Hij verklaart dat het zijn bedoeling was om Wijmans in het been te raken om los te komen. Ik ben van mening dat de omstandigheden van het geval, de omstandigheden waaronder in dit geval is gestoken, het aantal keer, de plaats, de kracht waarmee, dat dat met zich meebrengt dat er hier sprake was van een aanmerkelijke kans dat Wijmans hierbij kon komen te overlijden. En met name is dan van belang dat hij is gestoken terwijl hij in een worsteling was en gestoken in de benen ofwel de liesstreek waarvan je zou kunnen weten of zou moeten weten dat als je daar een ader raakt of een slagader raakt, dat dat wel eens heel erg vervelend zou kunnen aflopen. En naast de benen is de buik ook heel erg in de buurt. Dus dat zijn allemaal redenen dat op het moment dat je steekt en je bent in een worsteling, dan neem je dat risico. Ondanks het feit dat hij in gevecht was, kon hij zijn mes pakken, openklappen en hier 4 keer mee steken. Waarom zou hij dan niet in de gelegenheid zijn geweest om zich los te rukken en om weg te gaan? Bovendien waren Wijmans en onbewapend en heeft er naar mijn mening veel meer de schijn van dat op het moment dat hij op de grond ligt en ook nog begint te schoppen, hij zo kwaad wordt dat hij zijn mes pakt en gebruikt. Ook had hij gelegenheid om hulp te roepen, want er waren meerdere personen in de buurt. Diverse mensen liepen op een gegeven moment ook naar de partijen toe om hem uit elkaar te halen, maar verdachte heeft niet om hulp geroepen of op een andere manier om hulp gevraagd, wat hij wel had moeten doen. Daar was een reële mogelijkheid voor hem om zich te onttrekken aan de worsteling.
Of de 23-jarige man uit Alphen aan den Rijn die de fatale steekwonde toebracht aan Pierre Wijmans ook daadwerkelijk wordt veroordeeld. En of B, zoals het OM wil, 10 jaar cel opgelegd krijgt, wordt over 2 weken duidelijk. Op 21 september doet de rechtbank uitspraak. De dader heeft bekend Wijmans te hebben gestoken. De belangrijkste vraag die rest, is er sprake van noodweer of niet?